Het is vandaag Werelddiabetesdag en een nieuw rapport van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, PAHO, toont aan dat diabetes in de regio meer dan verdrievoudigd is binnen 3 decennia. In de Pan-Amerikaanse regio leven minstens 62 miljoen mensen met diabetes. Een aantal dat naar verwachting nog veel hoger zal liggen, aangezien ongeveer 40% van de mensen met de ziekte niet weet dat zij de aandoening heeft. Als de huidige trends doorzetten, zal het aantal mensen met diabetes in de regio tegen 2040 naar verwachting oplopen tot 109 miljoen. Landen worden opgeroepen de vroegtijdige diagnose te verbeteren, de toegang tot kwaliteitszorg voor diabetescontrole te vergroten en strategieën te ontwikkelen om een gezonde levensstijl en voeding te bevorderen. De toename van het aantal diabetesgevallen in 3 decennia houdt verband met een toename van de risicofactoren. 2/3 van de volwassenen in de regio heeft overgewicht of obesitas en slechts 60% krijgt voldoende lichaamsbeweging. Het rapport wijst ook op een alarmerende trend onder jongeren in de regio. Meer dan 30% wordt nu beschouwd als zwaarlijvig of te zwaar, bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde. In Suriname is de situatie niet anders. Volgens Chesta Soutahal, hoofdafdeling Non-Communicable Diseases van het BOG, heeft onderzoek uitgewezen dat de diabetesgevallen in Suriname zijn toegenomen. Het district met de meeste gevallen is Nikeri. Landelijk zijn er sowieso veel gevallen. Wij wachten dus eigenlijk op ons tweede stepsonderzoek. Als het goed is, hebben we volgend jaar al het uitgevoerd en de resultaten al binnen. Dus dat gaat ons eigenlijk meer duidelijkheid geven als het is toegenomen of afgenomen vergeleken met 2013. Als we vooral kijken naar de top 3, zeg maar, Nikeri, Wanica en Kommewijne. Als je kijkt naar de bevolkingsdichtheid, zie je sowieso dat we daar veel Aziaten hebben. En zoals bekend hebben Aziaten een verhoogd risico op suikerziekte. En ja, dus als je kijkt naar de bevolking binnen de desbetreffende districten, zou je wel zeggen ja. Ergens wel te merken dat, of ja, te verwachten dat daar dan wat hoger is. In samenwerking met de PAHO heeft het ministerie van Volksgezondheid via het BOG gisteren een bewustwordingssessie georganiseerd in het LSB-stadion in Wanica. Soutahal geeft aan dat jongeren zich nu aanmelden voor behandeling van diabetes. Zo, ja, het is nooit overbodig, omdat je bijvoorbeeld ook kinderen ja, of mensen op heel jonge leeftijd hebt met diabetes. Zoals u weet hebben we diabetes type 1 en 2. Dus het is nooit overbodig. En de health screening hield dus eigenlijk in dat je lengte, buikomvang, gewicht, BMI... bloeddruk en glucose werd gemeten. Dus het zijn sowieso waarden dat in principe voor iedereen relevant is. En we hebben ook een diëtiste ter plekke en men kon dus dan terecht krijgen een strookje met al hun waardes en kunnen ze dan terecht bij de diëtiste die hun dus dan eventueel tips kan geven op basis van hun gegevens. Er zal zwaar getrokken worden aan preventie van deze ziekte in Suriname. Vanuit het ministerie bijvoorbeeld hebben we wel diverse programma's. Bijvoorbeeld infomercials die dus dan sowieso frequent uitgezonden worden. En er zijn ook diverse health promotion programma's. En ook dit soort bewustwordingsactiviteiten proberen we dan zoveel mogelijk eigenlijk informatie naar buiten te brengen. En een bewustwording te creëren onder de samenleving.